Wel dan met stichting. Korte homeopathische middeltjes. Omzet 250 miljoen gulden per jaar in ons land. Allemaal flauwekul. Rommel waarvan de werkzaamheid nooit op een fatsoenlijke manier is vastgesteld. Dat kan ook niet, want klassieke homeopathische spullen zijn eindeloos verdund. En het is wetenschappelijk zeker dat er eenvoudig niets meer in zit. Er zijn ook allerlei andere complexe middelen die zich ook homeopathisch noemen. Kruidenmengsels. Die zijn helemaal niet verdund. En er zit van alles in en die zijn ook lang niet altijd even veilig. Dus was de homeopathische industrie een paar jaar terug er erg enthousiast over om een keurmerk in te stellen. Immers, ze wilden dolgraag respectabel gevonden worden. De VSM's en de Dr. Vogels en al die andere quasi-wetenschappelijke bedrijven. Ik was daar toen nooit voor, want ze willen een keurmerk dat zegt dat hun spullen niet gevaarlijk zijn. Maar naar de klanten zullen ze de indruk wekken dat niet alleen de onschadelijkheid, maar ook de werkzaamheid is bewezen. Officieel goedgekeurd door de overheid. Toch, die keuring die is er gekomen. In 1995 is het tot een wet geworden en per 1 januari van het komend jaar is het zover. Je mag alleen nog homeopathische spullen verkopen als die zijn geregistreerd. De eisen zijn heel bescheiden. Er moet bijvoorbeeld elke keer hetzelfde in zitten. Nou, dat is toch wel redelijk logisch. Je moet dus weten wat erin zit en de herkomst en de bereidingswijze moet vaststaan. Hebben we het er dus niet over dat van de homeopathie wordt geëist wat voor elk echt geneesmiddel geldt, namelijk dat het werkt. En dat de werkzaamheid in goede, zogenaamde dubbelblinde trials is aangetoond. Nee, alleen een normale toets op samenstelling en herkomst. Dus Nisyleen is voor verkoudheid. Als je dat gebruikt, dan is het in 7 dagen over. Anders duurt het een week. Weet u hoeveel van deze homeopathische middelen inmiddels de minimale test hebben doorstaan? 2 middelen. En voor de rest lukt het de producenten kennelijk niet. Eisen die aan elk pakje smeltzuur kunnen worden gesteld, weten wat erin zit, die halen ze niet. Dus spanden afgelopen vrijdag de producenten een proces aan om de invoeringsdatum van de wet 6 jaar te vertragen. Terwijl ze sinds 1995 wisten dat die datum eraan kwam. En bovendien, als je bona fide geneesmiddelen verkoopt, dan weet je toch wat je verkoopt. Hoe het proces afloopt is niet zeker. Er zijn tussen rechtbanken vaak grote verschillen als het gaat om alternatieve geneeskunde. En vergeet niet dat juristen natuurlijk niet natuurwetenschappelijk geschoold zijn. Er zijn er beslist bij die zelf ook Nisyleen druppelen en SRL-gelei smeren. Het beste zou natuurlijk zijn als de Nederlanders voorop het weldenkende deel der natie, dat bent u als buitenhofkijker, als die gewoon zouden besluiten om er nooit meer in te trappen. Rommel, weg ermee, loopt er nooit meer in. Oké, goed, Ronald Plasterk. Als u pilletjes slikt, moeten het echte pillen zijn.